Waarom een nieuw instituut? Het Institute for Research in the Economics of Taxation probeert twee disciplines te combineren. Als je uitgaat van het belastingstelsel, dan zien we aan de ene kant belastingwetten, aan de andere kant de invloed van een belastingstelsel op de economie. Die twee leiden tot twee disciplines, de fiscalisten aan de ene kant, de economen aan de andere kant. Maar verbonden zijn ze niet. Het gevolg is dat die twee wetenschappen wat naast elkaar opereren en we de synergie van die twee wetenschappen missen. En daarom denken we dat het goed is een nieuw instituut te beginnen waar we trachten die fiscalisten, die fiscale economen en fiscale juristen en de economen, micro-macro-economen, samen te brengen op gezamenlijke onderzoekspunten het belastingstelsel. In de eerste plaats zou je kunnen denken aan de belastingmix, dus de samenstelling van directe en indirecte belastingen. Maar vooral ook aan tal van instrumentele regelingen, zoals wij die noemen, in het fiscale stelsel. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek, voor de hand liggend voorbeeld. Maar denk ook aan tal van faciliteiten die voor het bedrijfsleven in het leven geroepen zijn, waarvan wij vaak twijfelen of dat wel in overeenstemming is met de gelijkheid. En waarvan we denken dat economen zouden kunnen onderzoeken of al die maatregelen wel zin, effect hebben, of ze wel nuttig zijn, dan wel contraproductief. En daar zien we dus hele belangrijke gebieden waar onze juridische principes en de economische principes hetzij elkaar kunnen overlappen, hetzij elkaar kunnen aanvullen en meer nuance kunnen aanbrengen in output, wetenschappelijke output, beleidsadviezen, et cetera. Wat kunnen we concreet verwachten van het instituut? Wat we concreet kunnen verwachten is dat we in ieder geval proberen de taalbarrière tussen de twee disciplines te slechten. Het is duidelijk dat we verschillende wetenschappelijke talen spreken, terwijl we het toch over hetzelfde hebben. Het doel is dat we het terrein van de fiscalisten, zeg maar equity, het rechtvaardigheidsdenken, en het terrein van de economen, het efficiency-denken, dat we die samen gaan voegen. En wij denken dat die ook vaak samenlopen zonder dat we het van elkaar weten. Wat we concreet proberen te doen en zullen gaan doen, is in de eerste plaats jaarlijkse congressen waar we de dialoog tussen economen en fiscalisten proberen te bevorderen. En we hebben binnenkort, 28 september, hebben we al zo'n congres waar actuele thema's, vlaktax, hypotheekrenteaftrek, bankenbelasting en dergelijke, al prominent aan bod komen. Dus jaarlijks congressen. In de tweede plaats hebben we op onze website een digitaal tijdschrift. Een digitaal tijdschrift wat je heel ruim mag zien. Papers in wording, definitieve papers, discussieplatform voor zowel economen als fiscalisten die geïnteresseerd zijn in facetten die te maken hebben met het belastingstelsel. En het majeure project, het derde project wat we geëntameerd hebben, is een groot review, een lange termijn onderzoek over het belastingstelsel met een visie op de toekomst, waar we ook weer proberen de know-how van economen aan de ene kant, fiscalisten aan de andere kant samen te brengen. Om op die manier tot op een hoger plan te komen. Synergie te krijgen tussen de know-how die bij beide disciplines bestaat. Zoveel mogelijk te spreken met één mond. Omdat wat we nu vaak zien is dat je voor regeringscommissies uit elkaar gespeeld wordt. Hè. De wetenschappers denken er anders over. Dus de commissie doet aan cherrypicking en pakt wat haar goed uitkomt. Dat is een bijeffect wat we uiteraard ook nastreven, althans om dat te voorkomen. Dus dat zijn in het kort de grootste plannen die we op dit moment hebben.